BNP Paribas Fortis stelt voor. Mijn vader was piloot. Serieus? Hij was ook stuntpiloot en lesgever in aerobatics. Hij heeft van alles vlogen, ook van vliegers. Hij is veel als privépiloot gewerkt, maar hij heeft ook gewerkt bij compagnieën die dan gaan vele bromen vlogen en toen vliegers op om in IJsland, toen werd dan die Fokker F-27. Maar voor de rest heeft hij een Bandeirante gevlogen. Ja, veel full aerobatics, dat zijn dingen, ze zijn dan bijvoorbeeld van Wevelhem nog. Ze hadden van alles, KLM, een push-pull heeft hij nog een stunt ook. Ze zijn zo'n vlieger, die, ze worden eigenlijk veel gebruikt voor vliegtuigrallies. Ze hebben een motor, is het twee propellers, op dezelfde as. En ze zeiden dat ook niet, want ze draaien met elkaar, dat is niet waar. En daarom doen we een push-pull, omdat het een trekt. En dan doet het. Ongelooflijk. Dus een motor eigenlijk, twee propellers op één as. Het was ook een waaghals. Waaghals? Nee. Ik vind ik moet er heel goed mee oppassen. Leeft je vader? Nee, ze crasht. Is dat? Ja, ze crasht. En niet, al lang geleden. Nee? Maar waaghals, daar gaat het niet over. Natuurlijk is dat spectaculair voor mensen die er niks van kennen. Ze van, het is spectaculair hoe je erin zit. En je moet echt potverdorie goed zien voor bepaalde dingen te kunnen doen. Maar je neemt altijd de veiligheidsmarge. Dus er zijn geen mens, geen clevere mens, dat zijn verstandige mensen. Dus geen ene die zijn hoofd ook kreeg van, ik ga een beetje een vliegen en vroegen. Maar nee, je gaat vliegen om niet te verongelukken. Zodat je morgen nog een keer kan vliegen. Nee, dat is een beetje normaal. Dus natuurlijk heb je veel eetsmarges en je ziet dat heel. Ja, die mannen zijn heel clever en heel goed in wat ze doen. Natuurlijk weet je dat misschien een percentage. Weet je dat hij hem niet kon privé verzekeren daarvoor? Omdat die premies zodanig hoog liggen dat eigenlijk. Dat kwam toen overeen. Lekker of dat een circusartiest die trapeze doet, wij verzekeren. Die man zei ook niet verzekeren, nee, maar dat is niet te betalen. En een verzekering zegt van, pak je dat risico's. Maar die trapezist wil ook niet één dak van. Nee. Dat is zo. Maar, die vliegt anders, helemaal. Dus ja, nee, dat is niet zo waaghals, ja, waaghals reizen noemen dat zo. Maar het is vooral een heel intens beleven van. En het is fantastisch hoe men mee ging en ze samen rond de cross-trainer. Zalig. Ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Dat is iets wat ik echt mis. Ja? Ja. En men er niet veel zien die dat kunnen. Op dat niveau heen. Mijn vader was wel echt uitzonderlijk. Waar is dat gebeurd? In Ursel. Een voorbereiding van luchtvaartschool. Die ging nog één doen, de laatste. Serieus? In Nederland heeft hij nog heel luchtvaartschool doen en hij was aan het voorbereiden. 18 augustus in 1991, een zondag, een hele warme dag gehad. Een nieuwe manoeuvre geprobeerd op 2000 voet. En dan is hij naar beneden gekomen op die spreeguit. Kom je vrij dichter bij de grond, zit je op 60 voet en dan kijk maar, dat is 20 meter. Dat is niet veel. Hè. En daar is er iets misgelopen. Er is nooit duidelijk, men wist wat dat er echt misgelopen is. Er zijn heel veel discussies en theorieën over. Dat gaat nooit duidelijk zijn ook. Je kan pleiten voor oké, je is wel geworden. Je kan pleiten voor er was een technisch mankement. En dan ben je de valabel zien. Maar wat is het dan? I don't know. Oké. Ja, dat is van die dingen die je niet weet. Dus dan, en hoe oud was dat? 54. Ja. En je nog een keer doen en zo. Typisch, ik kan nog een keer. Ja. Nee, ik heb het dan. De boer zegt van, ik kan nog een keer laat mijn stier doen. Als hij een stier doet en plat. Ja. En je ma? Was een verpleegster. Ook een heel clevere madame. Ongelooflijk. Echt ongelooflijk. En ze deed zwarte cardiologie.
Maar ze werkte heel goed. Ze was constant aan het bestuderen. En omdat ze wees was, was ze normaal niet mogen studeren. Maar ze had dan door hun weldoenster eigenlijk wel mogen wel kunnen studeren. Ze had enorme resultaten gehad. Maar dat was een A1 verpleegkunde, dat was zo van wauw. Ik zie zeker als ze anders opgegroeid is, ze heeft veel, veel hoger diploma's aan, als je wil. Maar ze is altijd blijven bestuderen en altijd heel erudit geweest in haar vak. En, ja. Vooral in pacemakers en alles. Ja. Ja. En heb je broers en zussen? Ja, ik kan een zus. Ja. Ruud. Ja, ze zijn allemaal dood. Is dat? Ja. Mijn zus is 96 van deze bloeding. 31 jaar. En mijn moeder nu 2 februari van de jaren. Dus het is dan. Het is waar. Maar vind ik. En jij houdt nu niet voortplanten? Ik weet niet of dat, wat moet ik niet gaan voortplanten? Ook nooit tussen. Al die talenten. Al die talenten, dat wil ik nooit niet zien. Of doe ik het dus komen zijn. Ah, dat is, kijk, dingen zijn hier, Sinterklaas. Ja, zou dat niet zijn. Voor een vrouw en een kind te laten zitten op is dat hij je hoste doet. We zijn nooit niet nooit, maar... Ik heb ze nog niet gevonden. Voilà, we kunnen ze wel weer trekken. Ja. Nee, ik heb ze nog niet gevonden. En nu gaan er een paar denken zo van, hey, jongen, als je wilt, dan moet je aanvonden. Ah, ja. Ik kan er niet op letten. Goed zocht. Ik kan er niet op letten. Zie ik het mest, ik hoor juist club in de Homa. Het is dan als je zei het ooit met mijn trouw. Hè? Zo, wat zei je hier? Ik en nou. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.